echt even een what was I thinking momentje. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag. Het is echt donker, grijs en nat buiten. Het is inmiddels 9:45. Het ziet er buiten uit alsof het 5:30 ochtends is of zo. Anyway, ik ga aan het werk, want het is alweer veel te laat. Ik had geen wekker gezet. Dat doe ik al vaker op vrijdag de afgelopen tijd. Pak nooit echt heel goed uit qua opstaan. Het is 9:45. Tijd voor ontbijt. En deze video met James Corden en Ed Sheeran en Demi Lovato en Taylor Swift. En ja, pas al begonnen. I am not okay. Zondag heb ik dus een hardloopwedstrijd. Wordt heel interessant. Heel interessant. Ik heb het zo koud dat ik met mijn rug tegen de verwarming ben gaan zitten. Het is serieus pas december en ik begin nu al te klagen over de kou. Gaat het worden? Ik ga volgende week op wintersport. Dan ga ik het pas koud hebben. Ben ik bang. Ik moet trouwens een blog verzinnen voor vanmiddag. 12 uur, dus over 50 minuten. En ik heb gewoon echt geen flauwe nul waar ik het over moet hebben. De hele week al trouwens. Ik heb een beetje een inspiratieloze week. Als je nog een idee hebt voor een leuke blog, laat even weten in de comments. Dan heb ik misschien volgende week een iets minder inspiratieloze week. Ik heb een pakketje en ik denk echt, waarom krijg ik een pakketje? Want normaal laat ik alles bij mijn ouders bezorgen. Omdat ik het fijner vind, omdat ik natuurlijk niet altijd thuis ben. En ik ken mijn buren niet zo goed nog. Het zit gewoon een fijner gevoel als alles bij mijn ouders geleverd wordt. Maar nu krijg ik dus een pakketje hier en denk van wie zou dat zijn? En ik zie het nu staan. Het is van AB Bruna, mijn uitgever. En het is heel fijn, want ik weet ook al wat erin zit. Live, love, run. Het bijzondere aan deze is, even kijken waar staat het. Tweede druk, november 2017. Tweede druk, super, super, super blij mee. Op naar de derde druk. Want ik wilde eigenlijk nog iets toevoegen aan een hoofdstuk. Alleen daar was ik dus al te laat voor. Omdat de tweede druk al in de maak was. Dus als jullie graag willen weten wat ik aan het boek had toe willen voegen. Dan ja. Dan moeten jullie het heel veel gaan kopen. Want er komt een derde druk. En dan kan ik het wel toevoegen. Mijn tweede druk van het boek heeft me geïnspireerd. Voor het schrijven van een blog. Het is 5:12. Ik ben gewoon op tijd. Mijn lunch is weer aardig goed. Al zeg ik het zelf. Het is tomkakaassoep, gewoon van de Excellent van de Albert Heijn. Met sushi rijst en garnalen dit keer. Echt ontzettend veel zin in een hele grote chocoladekoek. En het is droog buiten, dus de riemen raden had ik nu ga halen. Ik ben heel blij dat ik die hagel toch nog even mee heb mogen maken. Heerlijk. Fantastisch. Het mooie van naar buiten gaan met dit soort temperaturen is dat je dan binnenkomt. Dat je het dan ineens wel warm hebt, terwijl je het de hele dag al koud hebt. En nu heb ik het gewoon warm. Hier ga ik eerst even een koekje eten. Of noem het maar gerust een koek. Ik ben foto's aan het zoeken van Parijs en ik ben een blog over Parijs aan het schrijven. En dat doe ik door middel van Google Maps. Of Google Maps, Google afbeeldingen. En ik kom niet alleen foto's tegen van mezelf in Parijs, maar ook andere foto's, oude foto's. En ik heb echt even een what was I thinking momentje. Ik zal hem eventjes downloaden en hier inzetten. Dit is dus echt een typisch gevalletje. Veel te veel eyeliner onder het oog. En niks met mijn wenkbrauwen doen. Het ziet er echt, ik lijk wel boos of zo. Het is echt, ai. Verder ben ik niet heel erg veel veranderd, denk ik. Maar echt die dikke zwarte lijn in mijn oog. Geen goede look. Dit is een foto uit diezelfde periode. Ik denk dat dit was zomer 2012. Dus dat is 5 jaar geleden. Ik heb nog een oh my god momentje gevonden. Ik denk dat dit 2013 was. Begin van 2013. Wat zit mijn haar raar? En wat heb ik op mijn lippen? Nou goed. Deze foto is denk ik uit de zomer van 2013. En mijn haar zit hier echt super vet. Dat ga ik binnenkort weer eens proberen. Ziet er echt heel cool uit. Waarom doe ik dat nu nooit meer? Alleen mijn wenkbrauwen vallen wel weer helemaal weg. Als je op Anne Mere Parijs zoekt op Google, kom je trouwens echt heel veel foto's tegen. Ja, ik heb zin om te skiën. Ja?
in Italië of vanavond? Allebei. Ja? We moeten nog even aan onze laatste puntjes op de i werken. Kijk nou, ik vind het echt zo'n leuke graphic. Runze D heeft een nieuwsbrief uitgestuurd met het perfecte cadeau voor de perfecte prijs. En mijn boek staat ertussen. Een Shoe Dog, dat vind ik ook trouwens een heel goed boek. Perfecte cadeau. Misschien nog wel zo'n heel goed. Hij is eventjes incognito, maar het is hem echt. Mijn grootste fan, mijn vader, die niks leest, niks bekijkt, maar toch de grootste woorden over mij heeft. Ja, ik zeg van alles voor je opengemaakt alvast. Oh, dus ik heb geen mes nodig. Ik heb een heel pakket van AVO gekregen, daar ben ik heel blij mee. Ik heb hier een hoestspray voor de droge en kriebelhoest. Heel erg hoest. En gisteren had ik ook weer. Gisteren had ik ook weer. Wie zijn neus zit er? Wie heeft de neus? Ja. Mijn linker neus was echt dicht. Dit is een neusspray. Ja. Heb je dat altijd? Nee, ja, hallo. Die mogen hem delen. Het is het er voor één, dus eentjes. Extra forte. Plus menthol, plus eucalyptus. Sinuforce neusspray. Neusverkoudheid verstopt in deze. Ja, je hebt nodig. Pakketje, en oh ja, dit is een overlevingspakketje van Excedrin en dat is een migrainemiddel. Ga ik binnenkort eens proberen als ik last heb van migraine. Ik heb slapen als ik hem met mijn eigen naam. Hij is alleen niet echt, ik ga hier niet mee slapen, want het is niet echt goede stof denk ik om tegen je huid van je ogen te hebben. Oh, je hebt ook die. Nee, er staat Annemerel op. Nee, er staat framboos op. Nee, kijk. Hier, Vitamin Well Annemerel. Oh. Ja. Iedereen heeft die al gekregen. Ik dacht, leuk. Krijgt Anne die niet. Maar Anne komt gewoon nooit pakketjes over. Annemerel had gewoon een beetje vergeten om haar adres door te geven. Dat was het. Ben je klaar met grapjes, Mary? Dan kan ik even filmen. Ik heb koffie. Ga zo skiën. Ik heb niet zoveel de controle over mijn lichaam. Het mist hier iets. Maar we zien er wel ook een beetje raar uit terwijl we het doen. Ja? Muziek en het sneeuwt. Natte sneeuw. Maar dat maakt niet uit. Het valt als sneeuw. Oké, ik ben gisteravond dus echt compleet vergeten de vlog af te sluiten. Ik heb weer in bed gelegen met The Good Wife. Very, very, very verrassend. Dus bij deze dank je voor het kijken en ik zie jullie morgen weer.